Onder grote belangstelling van de landelijke schrijvende en beeldende pers werd er op Medel door de gemeente Tiel een persconferentie gegeven betreffende unieke archeologische opgravingen. Als eerste heette wethouder Frank Groen alle gasten welkom. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in Tiel, een van de oudste steden van Nederland. We staan in de top 10 van de oudste steden. Ouder dan Amsterdam, heb ik net nog even gecheckt. Hè. Ik denk voordat ik het de wereld inslinger. En dat is ook gelijk de place to be vandaag, schijnt. En ik voelde me vanmorgen een beetje zoals ik me vroeger voelde een dag voor mijn verjaardag. Want dan was ik altijd zenuwachtig. Wie komt er en wat ga ik krijgen? En dat heb ik vandaag ook. Wie komt er, dat kan ik zien. Dat zijn ook heel veel bekenden gelukkig en de pers, welkom. Maar wat ik krijg, dat weet ik niet. En dat is wel een beetje een soort rode draad geworden sinds ik met onze stadsarcheoloog werk. Die zometeen nog uitgebreid aan het woord komt. Want wij houden als bestuurders altijd een beetje van een gedegen voorbereiding. En ik heb vandaag gezegd, ik wil het ook niet weten. Dus ik ben net zo verheugd en ook zo nieuwsgierig als u. Waarna Ilse Schuring in haar toespraak toewerkte naar waar we allemaal voor gekomen waren. Ik ben Ilse Schuring, gemeentelijk archeoloog van Tiel. En ik neem u even mee in een korte introductie over het onderzoek Medel, waarom het interessant is en waarom we hier u in zulke grote getalen naartoe hebben gebracht, want dat hebben we natuurlijk niet voor niets. Daarna neemt Christian van der Linden even het woord om de ontdekking nader toe te lichten. Maar waarvoor zijn we hier dan wel? Nou, ik ga het dan bij deze dan verklappen. Wat wij hebben gevonden na 6 jaar van ontzettend hard kijken en puzzelen en nog maar kijken, toen vielen de puzzelstukjes op een gegeven moment op zijn plaats. En wat wij hier hebben is een heiligdom uit de bronstijd, 4000 jaar oud, met een zonnekalender zoals je bijvoorbeeld ook kent van Stonehenge. Hebben archeologen een openluchtheiligdom van 4000 jaar oud gevonden. Een spectaculaire ontdekking. Het heiligdom, met grafheuvels en een weg ernaartoe, was maar liefst 3 voetbalvelden groot. In de heuvels lagen mensen begraven. En, heel bijzonder, de grootste heuvel was ook een zonnekalender. Die heuvel is 20 meter in doorsnee. Er lagen 60 mannen, vrouwen en kinderen in begraven. Rondom lag een greppel met opvallende doorgangen. De archeologen ontdekten dat deze doorgangen een zonnekalender vormen. De zon scheen op de kortste en langste dag van het jaar hierdoorheen. Mensen gebruikten de kalender om belangrijke momenten, zoals feest- en oogstdagen, te bepalen. De archeologen ontdekten ook dat de zonnestralen via de heuvel lijnen vormden naar andere belangrijke plekken in het landschap. Dit had waarschijnlijk een rituele betekenis. Zo liepen lijnen naar een grote boerderij, naar offerplekken en naar een ander grafveld. Hier vonden archeologen nog iets bijzonders. De oudste glazen kraal van Nederland. Deze kraal komt helemaal uit Mesopotamië, dat is nu de omgeving van Irak. De kraal heeft dus een afstand van bijna 5000 kilometer afgelegd. En dat 4000 jaar terug. Wie was de persoon die deze bijzondere kraal droeg? En hoe zou het heiligdom er 4000 jaar geleden uit hebben gezien? Dat is nog één van de raadsels rondom het heiligdom van Tiel.